Driemaal raden wie net hier haar kaart erin heeft gestopt. Hallo, hallo en super tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En ik sta op het punt om te gaan te vertrekken. Ik moet nog wel even te veel spullen in een te kleine tas proppen, maar dat gaat hopelijk helemaal goed komen. Ik heb daar heel veel zin in. Ik zeg let's go to Greece. Jongens, ik ben inmiddels bij Merel en we hebben net de koffer op de weegschaal gezet. En het is nu 19,6 kilo en we hebben 20 kilo. Nou, je had ons net moeten zien. We hebben echt gegild van geluk. Echt, dit was nog de laatste stress die ik had. Maar we gaan nog even kijken. Merel meteen, dan kan ik nog 0,4 kilo erbij. Daar is ze helemaal gelijk in, dus dat gaan we even doen. En dan hebben we gewoon precies 20 kilo. Let's go! Een hele goede morgen vanaf het zonnige Kremas in Rodos. Heet ik jullie van harte welkom. Merel die is nu nog lekker even aan het sporten bij ons binnen. Dus ik zal jullie zo lekker het appartement laten zien. En ik heb net vanochtend hard gelopen. Was super lekker. Even 4 kilometer. Ik vind het altijd heel leuk om de omgeving een beetje hardlopend te verkennen. En vandaag gaan we denk ik voor de rest niet heel veel doen. Ja, we willen boodschappen doen. En ja, ik denk dat het gewoon bij het zwembad liggen wordt. Helemaal prima. Heel veel zin in. Ik heb nu ook al bij mijn buik, ik weet niet of je het kan zien, heb ik hier zo'n bruin streepje van het hardlopen. Echt super top. Dus het is even tijd dat ik dat soort dingen en ook mijn pols even ga bijbruinen. Bij het zwembad. Zin in. Nou, ik heb nu al het perfecte vlogmuurtje ontdekt. Al wacht. Ik moet dan wel naar achter, anders maak ik de hele tijd sluikreclame voor mijn camera. Ik heb net even een halve meloen op. Ik had wel in de ochtend ook wel wat anders gegeten, maar ook niet heel veel. Ik had honger net, dat was niet normaal. Ik ga nu nog lekker even een wrap eten. Merel is met Eke bij het zwembad al. Ik zei, joh, ik moet gewoon echt even eerst lunchen voordat ik naar het zwembad ga. Want ik was helemaal hangry en moe en honger. Maar het is nu 12:30 en nou, het is echt al een heerlijk dagje. Het is zo mooi weer. Ik ben zo aan het genieten. We zijn allebei heel erg aan het genieten. Maar vandaag wordt gewoon lekker een relaxed dagje. We hebben net boodschappen gedaan, dus gewoon alle lekkere dingetjes in huis gehaald. En ja, wordt een leuk dagje. Gewoon heel relaxed, heel chill. Maar goed, het is een weekvlog, dus daarin is altijd de ene dag net iets minder dan de andere. Oh, en ik zal jullie straks na mijn wrap even laten zien hoe het appartement eruit ziet. Nou mensen, ik sta inmiddels bij de ingang. Ik zal zeggen, laten we de kamer omdraaien en de rondrijleiding beginnen. Nou, bij binnenkomst zie je dus meteen het tafeltje. Hier is keuken, koelkast, kastje, nog een kastje. Wat wel een nadeel is, vind ik, is dat dit het is qua bestek. Ze zijn niet echt voorbereid op mensen die daadwerkelijk willen koken. Of hebben ze hier wel pannetjes. Maar ja, waarmee moet je iets gaan snijden? Maar goed, we improviseren wel. Nou, kastje dicht. Hier is nog een kastje. Dan gaan we de hoek om. We hebben hier nog een grote kast. En hier is dan de badkamer met de douche, wc, wastafel en natuurlijk even de mirror check. Hier zit de meest random deur van mijn leven. Tadaa! Hier kom ik namelijk in een slaapkamer. Maar ja, de muur loopt helemaal niet door, dus hier zit die deur. En hier is het gewoon open. Maar goed. Hier zijn ook nog twee bedden. En we hebben het zo gedaan. Merel heeft deze twee bedden. En ik deze. En dit is samen onze kledingkast. Onze spullen nog. Nou ja, hier staat de stoel. En dan hebben we hier het balkon. Voordat we het balkon op gaan, even nog een spiegeltje en een mooi bureautje. En dan is dit het enorme balkon. Ik vind het echt wel een groot balkon. En dan ons uitzicht. En dan nog even twee dingen. Allereerst kopen we dus wel gewoon zoveel mogelijk onze eigen boodschappen. Of doen we onze eigen boodschappen. En gaan we niet zoveel uit eten. Tenminste, dat is de verwachting. Toch, nou ja, jullie weten dat ik nu wel bezig ben met bepaalde doelen. En dat ik daarvoor ook calorieën tel. Dat doe ik nu dus niet. Ik eet gewoon op gevoel en ik eet gewoon waar ik zin in heb. Ik zag trouwens ook dat bij de supermarkt om de hoek hebben ze vegan Magnum. Hallo. Maar wij vinden het gewoon, toen we de vakantie al boekten, vinden we het gewoon allebei fijn om af en toe gewoon lekker zelf te koken. Dat ik nu gewoon lekker zelf een wrap met heel veel groenten heb en zo. En super veel bonen. Die bonen waren ook super lekker. Ja, ik vind het gewoon chiller dan dat je weer ergens op een terrasje zit en dan weer het enige vegan van de kaart moet eten. Wat eigenlijk niet echt chill is. Nou ja, weet ik veel. En ook als niet vegan. Dan zit je toch altijd weer met, nou ik weet niet, net
niet producten waar je zin in hebt. En nu, en tenminste ligt er natuurlijk ook weer aan, als je in een grote stad bent, heb je natuurlijk wel veel meer soorten opties. Maar ja, we gaan heus wel een keer uit eten. Waarschijnlijk ook wel vaker dan een keer. Maar voor nu hebben we even boodschappen gehaald en we zien wel wanneer we wat allemaal eten en hoe lang we ermee doen. En dan het tweede, jullie zagen misschien net in een flits mijn eiwitpoeder mee. Nee, dit doe ik niet altijd, een bak eiwitpoeder meenemen. Ik heb dat nu even wel gedaan omdat ik dus een samenwerking heb en ik wil daar een vette foto mee shooten. Dus de bedoeling is ook dat ik het eiwitpoeder hier ook op ga maken. Want anders moeten we weer die hele bak mee sjouwen. Gelukkig was hij al bijna leeg hoor, dus dat scheelt wel. Maar ja, het is niet heel chill als je zo'n hele bak meeneemt. Ik ga even chillen bij het zwembad. En ik check jullie later weer. Een goedenavond. Het is inmiddels avond. 6 uur geweest volgens mij. Nou, 7 uur zelfs al is het. En ik ben helemaal opgemaakt. Ik heb een leuke outfit aan. En ik ben klaar om uit eten te gaan. Het wachten is nog even op Merel. Die is zich lekker nu even aan het opmaken. En dan gaan we cocktails drinken. Oh nee, niet. Weet ik eigenlijk niet. We gaan messen eten. Dat gaan we doen. Ik weet niet waarom ik in mijn hoofd heb dat we cocktails gaan drinken. Oh, ik hoor net dat we dat ook gaan doen. Dus, ik zal nu nog even mijn outfit laten zien. Maar volgens mij hebben jullie die wel eens al gezien. Kijk, dit is hem hoor. Ik ben echt zo dol op deze outfit. En ik heb ook hakken aan. Woehoe! I'm ready for a cocktail night. En vooral heel veel eten, want ik heb trek. Nou, lieve mensen, we zijn ineens spontaan in Rodelstad. Want onze taxichauffeur gaf ons echt een superleuke tip voor een lokaal tentje. En we zitten nu bij het volgende. Het ziet er echt super chic de Frimo uit. Echt helemaal romantisch. Hoi Merel. Hoi. Wil jij proosten met de raki? Maar we moeten even het Griekse woord vinden. Oh ja, we gaan eerst even het Griekse woord vinden voor proost. Want wij zijn niet zo goed in ons Grieks. Hoe? Stiniasas. Oh, dit is wel te moeilijk. Oké, wil je er ook bij? Kan ik even met z'n drieën? Hoe ga ik dit? Oh, kijk, mijn rijkwijd is goed genoeg. Nou, cheers mensen, op een goede dag. Eén keer erachter, hè? Oké. Oh, dit is toch wel prima. Ah, heerlijk. Zo is nou, gezet. Top. Caught behind the Venetian blinds. Had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. Oké, ik vraag me af hoeveel jullie van mij kunnen zien. Maar we zijn inmiddels in het oude centrum van... Oh kijk, beter licht. We zijn inmiddels in het oude centrum van Rodos. En het is hier mooi. Het is hier ook donker. Maar we hebben heerlijk gegeten. Ik zit wel echt vol, want het was zoveel olie. Ik kon daar echt helemaal niet aan. Ik ben helemaal niet gewend om heel veel olie en zout en zo te eten. Dus als ik dat dan eet, dan... Ja, ik zit een beetje vol. Dus deze avondwandeling is helemaal top. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Jongens, ik heb echt even de hashtag FitGirlLife. Ik ben net naar de Griekse sportschool gegaan. Waar hashtag NoErgo was. Wel, hoe heet dat, van die waai dingen. Oh, ik heb wel mijn armen voel ik nu. En toen onderweg heb ik een iced, hoe heet dat, espresso gehaald. En toen dacht ik, ja kut, ik wilde het eigenlijk ook niet vragen aan die man. Van moet ik nou wel of niet, hoe heet dat, vragen of ze plantaardige melk hebben. Maar ik dacht, nou doe maar gewoon alleen iced espresso. En onderweg naar het hotel, appartement, kwam ik erachter. Of tenminste, bedacht ik me ineens weer. Dat ik zelf amandelmelk in de koelkast heb. Dus here I am. Met mezelf ice latte. Oh, dit ga ik echt, nou ja, ik denk elke dag halen. Dit is echt mijn 1,50 euro waard. Echt een cadeautje. Verder hebben we dus gisteravond heerlijk uit eten. Of zijn we gisteravond heerlijk uit eten geweest. Maar ik merk echt hoe slecht ik tegen olie kan. Dus vanochtend had ik echt wel geen trek. Ik moet zeggen, het begon nu wel. Ik ben nu ook vooral een beetje hyper omdat ik 3 slokken koffie op heb. Al is dat denk ik placebo. Verder ben ik weer helemaal
Hashtag fitgirl, kijk deze armen, woep woep. Nou, ik moet zeggen, ik heb het heel snel gedaan. Terwijl ik echt naar mijn idee alles heel langzaam deed en rustig aan en op een lager niveau. Maar ik weet niet, ik ging er als een malle doorheen. Nou was deze gym een beetje houtje touwtje en alles heel dicht op elkaar. Dus je maakte één stap naar links en dan zat je bij het volgende apparaat. En bij mijn eigen gym ben je ongeveer een halve avondvierdaags aan het lopen voor het volgende apparaat. Maar nee, was leuk. Morgen ga ik weer. Een hele goede avond. Het is avond inmiddels. En wij gaan eten. Ik ben meteen overbelicht omdat ik naar buiten stap. Ja, ik ben weer goed belicht. Wij hebben net lekker heerlijk eten gekookt. Kijk even dit balkonnetje. It's amazing. Ik zal jullie laten zien wat wij gaan eten. We gaan met z'n drietjes eten. En we hebben eigenlijk toppings, bonen, olijven en kaas. Sapje. En dit is de heerlijke vegan pasta. Super chill. En goedemorgen, het is vrijdag. Het is vrijdag, de week is weer voorbij. Maar gelukkig nog niet onze vakantie. En we gaan richting Lindos. Wat doe je achter mij? De sleutel. Ah. Oh. Ik word van achter belaagd. Hallo Merel. Kijkers. Hallo lieve kijkbuiskinders, dit is Merel. En hallo. We gaan naar Lindos. En naar, weet jij nou hoe die bron heet? Calistea. Oh ja, Calistea. Dat is een heilige bron, toch? Ja. Nou jongens, we zijn in Calistea. Dus ik zal zeggen, ik hoop dat jullie net zo hard ervan gaan genieten. Als wat ik ga doen, wow, het is echt super warm. Dat dan weer wel. Maar wel echt lekker warm. Dagtocht gaat door. We hebben net dus even gechilled bij, hoe heet dat? Calistea. Ik ben nou alweer kwijt hoe het heet. Zo'n goede plaats was Calistea. Ja, we vonden het allemaal niet heel fantastic. En toen werd toch het idee geopperd om naar de Seven Springs te gaan. En daar zijn we nu. Er is wel een stukje tunnel van een kilometer. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat ga vinden. Want ik ben nou niet echt van de tunnels. Maar hey, angsten zijn er om te overwinnen. Dus als jullie een hysterische huilende Jessica aan kunnen, dan durf ik die tunnel in. Merel heeft al geopperd om mijn hand vast te houden, dus let's go. Oh jongens, in dit smalle gangetje gaan we. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. We gaan gewoon rustig. En ik hou mijn grote duif. Oké jongens, deze camera kan nog met licht. De andere camera niet. We zijn er dus in die tunnel. Yes, ik ben zo enorme help. Dankjewel. Ik vind het dus oprecht een beetje spannend. Want ik ben een beetje claustrofobisch, dus ik ga weer even opletten. Joehoe! Oh jongens, we lopen nu dus op dit randje. Omdat hier allemaal steentjes liggen. Maar ik loop echt als een soort gans, meat, penguin. Wat? Visjes? Visjes? Oh, ik ga nu alweer op de stenen lopen. Maar de uitgang is daar! I did it! Thank you, Merel! Graag gedaan! Oh, ik heb wel een beetje pijn aan mijn voeten nu. Nou, het was uiteindelijk minder spannend dan ik dacht. Het stelt geen reet voor, maar het was wel leuk. Het stelt geen reet voor. Nee, eigenlijk niet.
En inmiddels zijn we van de Seven Springs aangekomen in Lindos. En je kan ook op een mishandelde ezel naar boven gaan, maar wij gaan het liefst gewoon even lopen. Want we gaan naar het kasteel, is de bedoeling. En daarna lekker eten, chillen, een beetje winkeltjes kijken, een beetje stadje ontdekken. Gewoon een heel goed dagje ervan maken. Dit is echt precies. In mijn vorige video vertelde ik over die bergwandeling. Dit is precies wat ik bedoel. Je hebt dus dat uitzicht daar beneden, dat was mega mooi. En toch ga je door naar die top, want dat wil je. En dan kom je bij die top en dan denk je, het uitzicht is nog mooier. Het is echt fantastic. As we speak lopen we op de trap van de Acropolis van Lindos. Als je dat wil bezoeken, kost het je 12 euro's. Ik wilde zeggen, maar dan heb je ook wat. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus ik laat jullie weten of het de money's waard is. Nou, workoutje hier ook. Ik heb niet gesport vandaag. Nou ja, als je weet wat ik allemaal heb gelopen, dan was het sport genoeg. Ik lig inmiddels in bed en het was best wel een pittige rit terug van Lindos naar hier. Ik heb in Lindos wel gefilmd, ik wilde zeggen gevierd. Ik heb wel gefilmd dat we naar de Acropolis zijn geweest. Dat was heel mooi. Ja, is de 12 euro waard? Het is mooi onderhouden, laat ik het daarop houden. De taxirit terug was echt voor mij een hel. Ik hou er gewoon niet van als iemand gewoon in mijn ogen ongecontroleerd hard rijdt. En ik geloof heus wel dat hij de controle heeft. Maar ik hou gewoon niet van te hard rijden. Ik denk altijd, nou, dan moet je maar een hele kleine hebben. Want ja, je hebt blijkbaar iets te bewijzen. Huilen met de bed op. Maar goed, ik ben weer veilig in mijn hotel. En morgen willen we naar Rodos toe in de ochtend. Dus weer een leuk dagje op de planning staan. Of tenminste een leuk ochtendje en daarna lekker chillen. Dus het komt helemaal goed. Dus ik check jullie morgen. En het is nog steeds dezelfde week. Vlog, want zondag eindig ik hem altijd. Joe! Een hele goede morgen. Ik pak mijn boeken op. En we gaan lekker even bij het zwembad liggen. En eind van de middag is het plan om nog weer even richting Rodos te gaan. Want het is Eke haar laatste dag. En we gaan nog even naar Rodos. Daar samen eten. Maar eerst nog even chillen bij het zwembad. En de zee. Ik neem jullie wel eens mee, want volgens mij hebben jullie nog helemaal niet het zwembad gezien. Dus het zwembad komt eraan. Een hele goede middag. Volgens mij is het laatste wat jullie hebben gezien, is het zwembad. En het is inmiddels bijna 5 uur. Ik dacht even bijna 6 uur. Maar bijna 5 uur. Het waait heel erg, maar als het goed is horen jullie dat niet. En anders mijn excuses. Ik moet ondertussen ook een beetje opletten waar ik loop. Want er zijn nogal stenen hier. En ik loop hier op mijn hakken. Dat kan gewoon. We zijn inmiddels in Rodos City. Bij de Acropolis. Toch zijn we? We zijn bij de Acropolis. En we hadden net weer een hele leuke aardige taxichauffeur. Ze zijn hier echt lief. Gewoon van die... Ik heb het idee, maar dit is even een aanname, dat overdag zijn echt van die lieve oude mannetjes. En 's avonds zijn is een jonge grutter. En die zijn iets minder lief en schattig. En nou ja, goed. Het is ook één aanname van één man die even tegenviel. Maar ik zal even de camera opdraaien, dat kunnen jullie zien wat wij zien. Nou, ik kan je vertellen, het is niet dat je denkt, wajo. Het staat namelijk nogal in de steigers. Maar zij zit dan aan het verbouwen of weet je dat niet? Ja, ze zijn aan het restaureren. Oh, restaureren. Ja, dan krijg je dat, hè, dat het in de stijger staat.
Tada! Theater! Dit is natuurlijk waar het voor je komt. Nou, Merel. Show me the money. Maar eigenlijk moet ik dat daar doen. Ja, dat is waar, ja. De artiest is even naar beneden aan het lopen. Ik ga je even beter uitlichten. Nou, Merel. Ik geniet intens dat jij dit ook gewoon kan. Got me up all night, putting things on the side. Nou jongens, we zijn inmiddels in Lewis aangekomen. Het is wel een beetje toeristisch, want zelfs de kaart is in het Nederlands. Dat vind ik altijd een beetje minpunten. Maar ze hebben dolma's. En de eggplant salad heb ik besteld en pita brood. Ik dacht, daar kom ik vast mee rond. Tenminste, komt vast goed. Do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. Hallo, lieve kijkbuiskinderen. Ik kan niks zien door de zon. Ik zie niet of wij overbelicht zijn, maar volgens mij zijn we dat niet. Maar ik waai hier bijna uit mijn jurk. Maar Merel, hoe vind je de vakantie tot nu toe? Top! Ja? Ja, nog 2 dagen gelukkig. Een zeer goede morgen. En welkom vanuit de laatste dag van de weekvlog. Maar gelukkig nog niet de laatste dag in Cremastie. Want morgen hebben we ook nog een hele dag. Maar dat zien jullie pas volgende week. Ik ben nu as we speak aan het lopen naar de Daily Market. En de Daily Market is een koffietentje hier echt. Nou, het is het 15 minuten lopen vandaan. En hebben dus echt supertje de koffie. Ze zijn volgens mij elke dag open van 10 tot 2. Het is nu 10:30, dus het zou open moeten zijn. Maar goed, het is wel zondag. En het is Griekenland. Dus Adondo. Oh, dit. Is misschien wel het enige nadeel van dit hele eiland. De vliegtuigen die vliegen heel laag over. Maar goed, dat wist ik wel toen er zeg maar stond dat het 5 kilometer van het vliegveld vandaan was. Ja, dat is gewoon, dan kan je er vergif op innemen. Dat er dan herrie is van vliegtuigen. Ik zal zeggen open van 10 tot 2, dan is hij nu open, maar helaas. Nou, tot zover mijn koffieavontuur. Oh, dag to eat life. Nog een paar dagen. Nou, nog 2 dagen. En dan zit ik erin. Nou ja, op dit tijdstip ben ik dan op het station, wilde ik zeggen. Op de luchthaven. Geen zin in. Nog even genieten van dit mooie weer. Nou jongens, we zijn er bij de Vlindervallei. Ik ben heel benieuwd hoeveel vlinders we gaan zien. Volgens mij moet je eerst even betalen en dan kunnen we het gaan. Driemaal raden wie net hier haar kaart erin heeft gestopt. Ja, maar ze gaan de machine openmaken. Lekker bezig, Jet! Hey! That's the fifth person. I'm not the only one. No, you're not. There's others. They're around us. Oh, daar komt hij, daar komt hij. They live around us. Ja, oh, yeah. Yeah. Yeah, you won. Well, thank you very much you for your help. You're welcome, ladies. Thank you. Now okay. Be more careful, okay? Yes. We will thank never you. Do it again. No. We zijn in de vlindertuin aangekomen. Joehoe, mijn kaart is terug. Echt shout-out naar de meneer van het apparaat. Thank you.
even snel bij me staan, want de batterij is bijna leeg. Hallo! Hallo! Dit zijn onze outfits. Hallo. We gaan even lekker eten bij ons hotel. Je hebt niet echt onze outfit in beeld. Oh, sorry. Ja, even naar beneden. We gaan eten bij ons hotel. Super spannend. Ja, heel veel zin in. Ik neem jullie alleen niet mee met de camera, maar wel nog even met mijn telefoon. Want daarna willen we waarschijnlijk cremastiën, cocktails drinken. Cocktails! Cocktail night! Woep, woep! We gaan even gewoon party. Het is nu 8 uur of zo. Dus het is tijd voor avondeten, cocktails en ik laat jullie even thuis. En meer. Nou, ik hoop meer, Merel. Ik hoop meer. Nou, check jullie later. Oké, ik bedacht me dat ik de vlog nog helemaal niet had afgesloten, want... Het is natuurlijk zondag en dan sluit ik altijd mijn vlog af. Nou, lekker om dat met deze fantastische belichting make-uploos in mijn bed te doen. Maar ik hoop dat je deze Griekenland vlog leuk vond. Altijd chill als de batterij dan ook nog uitvalt. Maar vergeet dus zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem tof vond. Ik heb in ieder geval deze week al heel erg genoten. Morgen hebben we nog een dag in Griekenland. Morgen en overmorgen gaan we alweer naar huis. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. Dus dankjewel. De cocktails waren super chill trouwens. Goeie avond gehad. We gaan nu slapen. En tot volgende week. Doei doei.